en ik moet mijn klok zo meteen ook nog optrekken rond de gewichten hangen achter de bank. Dus ja, dat moet wel even gedaan worden. Moeten jullie naar buiten? En er is er eentje boos op mij, omdat ik de naam van de persoon in een vlog had benoemd. Maar die persoon die is niet in de vlog geweest. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer zaterdag, de 2e van de 4e, 2022. Ja, tijd gaat hard als je stil zit, maar mijn neusring zit niet lekker zo. Het is dus ook 16:54, dus ja, het is al eigenlijk laat in de middag, namiddag is het. Maar ik wens jullie wel weer welkom bij Evengoed, een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, ik ben niet in orde, ik mag me vrolijk doen, maar ik ben niet in orde. Lang niet in orde. Stralende hoofdpijn, stralende rugpijn. Vreselijk gewoon. En ik moet mijn klok zo meteen ook nog optrekken, want de gewichten hangen achter de bank. Dus ja, dat moet wel even gedaan worden. Moeten jullie naar buiten? Jullie zijn net buiten geweest, maar ja, het doet er niet toe. Kom maar hoor. Hoppala. Doe maar, Rijka. Ben je weer beter? Moet je gaan. Nou, doe naar buiten. Hup. Zo, voilà. Rust. Maar in ieder geval, ja, ook Rijka die heeft vanochtend een beetje overgegeven. Dus ik kon even drijven met de kraan open. Want ja, ze spugen nooit niet op één plek. Ze lopen, ja. Dus het is daar en het is daar. En het was in huis. In de gang had ze gespuugd. Vlakbij mijn rollator had ze gespuugd. Tussen de stoel en de hondenmand had ze gespuugd. Ja, toen kwam ze naar buiten. Dus ja, niks aan te doen. Ja, en er is er eentje boos op mij, omdat ik de naam van de persoon in een vlog had benoemd. Maar die persoon die is niet in de vlog geweest. Dus hoezo? En er zijn meer mensen die diezelfde naam hebben. Dus ik kan het net zo goed over een ander hebben. Dus ja, waar dat op slaat, dat diegene dan boos wordt, ik weet het niet hoor. Maar lekker belangrijk, diegene heeft er gewoon 3 keer werk van. En ja, dat is zich kwaad worden dus. Een tijdje kwaad blijven en dan weer afwinden. Ja, want het is niet mijn probleem hoor. Nee, maar diegene krijgt het wel te horen van me. Ja, van denk even na. Er zijn meer mensen die dezelfde naam hebben dan dat jij hebt. Dus waar zit je over in? En ten tweede, je bent voor een paar jaar terug ook in een vlog geweest. Dat we ontoe gingen om het IJsselmeer heen. Ja, kijk, daar is het terug. En dan een kwaad worden om een naam. Ja, waar heen ze? Jongen, nog een toe. Daar word ik boos om. Als jij daar boos om wordt, dat kan ik niet handelen. Ik heb niks fout gedaan, ik mag dat. Dus knoop dat maar in je oren. Maar oké, dan gaat er straks nog wel een telefoontje die kant op. En ik noem verder nu geen namen. Nee. Want dan maak ik. Dat wil ik nou ook gewoon niet, omdat er eentje erbij betrokken is. Die wordt er gewoon bij betrokken door diegene. Waar ik het heel goed mee kan vinden. Ja, nou, amoulaup. Maar in ieder geval, ik ga eerst lekker even een vlog afkijken van Karen en Roderick. Dat ze geslaagd is voor de theorie. En naar de Jumbo-bak en politie in de straat. En spel voor autokeuze. Nou ja, oké. Nou ja, komt allemaal goed. En dan ga ik eerst even denken kijken. En daarna ga ik bellen. En, want hij flikkert. Er is weer gebeld. Door wie weet ik niet. Maar ik ben met meisjes weer geweest. Dus ja. Kan gebeuren. Maar oké, ik hoef ook niet thuis te blijven, weet je. Ik heb ook andere dingen te doen dan enkel mijn meisjes uit te laten.
Zoals ook bij wijze van spreken bij een andere visite, of boodschappen doen, of gewoon lekker zelf even de hardtop ontroeren, weet ik veel wat, mijn hoofd leeg maken. Mag het? Nee, kennelijk niet. Maar het doet er niet toe. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag verder, van jullie namiddag. Geniet van je bakje thee als je dat drinkt, of koffie, of weet ik veel, het is weekend. Dus maak er wat gezelligs van, en zolang het nog kan. En dat er geen gekke dingen op de wereld verder gebeurt, dan kan dat allemaal. En ik zie trouwens ook, gisteren zag ik dat voor het eerst op mijn scherm, aan de rechterkant in het zwarte gedeelte nog een groen klein lichtje. Ik denk dat dat ook allemaal met mijn camera heeft te maken. Maar ja, maakt niet uit. Dat zag ik gisteren voor het eerst. Ik denk, hé, dat is nieuw voor mij. Maar ja, ik heb een update gehad vorige week. En af en toe merk je iets nieuws. Dan denk ik, oké. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En geniet ook lekker weer met ons mee.